Zo, nou, u hoort het al op de achtergrond. Een heerlijk vrolijk muziekje. Dit is echter, en het wordt ook echter, geen muziekprogramma. Integendeel, dit wordt een heel luchtig, althans dat gaan we proberen, een heel luchtig programma. Nieuws achter het shownieuws. En dat houdt in dat de vele onderwerpen die er voorbij trekken, ja, dat we dat even kort en luchtig benadrukken. Dat u zeg maar eventueel het hier nog na kunt kijken. Wat zijn eigenlijk dingen in het buitenland die spelen waar mensen toch eigenlijk wel vrij heftig gechoqueerd van zijn? Nou, dan hebben we het bijvoorbeeld over Bill Cosby. Nou, eigenlijk was dit wel voorbedeeld aan de Nederlanders, hè? Kindermisbruik, noem maar op. Dat is echt een Nederlandse gewoonte, ook in de kerk en zo. Nederland voorop, zelfs de producenten van dat soort funzigheden, staat Nederland nog altijd nummer 1. Maar wat stelt onze verbazing dat Amerika, ja, de beerput eigenlijk opengaat met Bill Cosby. En het rare van Bill Cosby is eigenlijk dat Bill Cosby het ideale beeld van het ideale gezin moest voorstellen. Kinderen naar school, een zwart gezin dat heel erg succesvol was. Wat ik mij nog kan herinneren was een zeer succesvolle dokter. Zijn vrouw was succesvol, zijn kinderen hadden hele kleine puberale probleempjes. En wat blijkt, iedereen geloofde erin, alle tegels, alle ja, zeg maar presidenten waren vol van Bill Cosby. En terecht, want het was een heel leuk, ook een beetje voorlichtingsprogramma, hè, van zo kun je je kinderen opvoeden en zo hoort het vooral. Nou, dat schijnt dus allemaal in elkaar te storten, 10 jaar later. Ik geloof dat Bill Cosby nu 85 jaar is. Het is nooit te laat om de beerput open te trekken. Persoonlijk denk ik dat al die vrouwen die nu aangifte doen omdat ze verkracht en misbruikt zijn door Bill Cosby, nou ja, bang hoeven ze niet meer te zijn, want op zijn leeftijd zal hij weinig meer klaarspelen. Maar anderzijds denk ik toch wel dat Bill Cosby niet echt meer van Bill kan gaan. Zijn er eventueel nog andere onderwerpen dat er eventueel behandeld kunnen worden? Noem eens wat. Ja, ons Rafael. Rafael en Sabia, hele exotische namen. En ja, Rafael is natuurlijk een begenadigd goede voetballer. Hij heeft ook altijd wel het Nederlands elftal naar grote hoogtes geschopt, zullen we maar zeggen. En die is nou in een echtscheiding verwikkeld. En ja, als je beroemd bent in Nederland, en vooral ook daarbuiten, ja, moet je wel tegen een stootje kunnen. En tegen een stootje kunnen, ja, als je één stap buiten de deur doet, dan moet je gewoon op je teller passen. En als je dan vreemd gaat of dat soort zaken, ja, dan kan dat wel eens breed uitgelicht worden. En wat blijkt nou, ondanks dat zwangere buikje van Sabia, hè, dat kan iedereen nu zien, er wordt ook flink op ingezoomd door de pers, vooral door onze Duitse collega's. En dat betekent dus dat alles heel goed gaat. Maar het tegendeel bewijst eigenlijk dat je ziet dat de vader van Rafael in een wel in stijl, in een prachtige mooie BMW MX6 spierwit, dat hij dat toch de spullen weghaalt. En wat haalt hij weg? Nou, naar het schijnt, een tafeltje, een paar stoelen. En waar hebben we dat eerder gezien? Ja, Jan Smit. Dat de moeder van Jan Smit alles wist op te noemen, van broodrooster tot en met de tafelzilver wegging. Dus ja, het is natuurlijk allemaal een beetje met modder gooien naar elkaar toe. Maar ondanks dat Sabia zwanger is, kunnen we de volgende conclusie trekken: dat er geneukt en iemand verneukt wordt, dat is één ding wat zeker is.